Mario, welkom. We gaan de laatste 10 wedstrijden van deze competitie in. En daarin staat Ajax uit als eerste op het programma. Hoe leven jullie als groep naar deze wedstrijd toe? Wel zin in, denk ik. Ik denk als je uit in de arena mag spelen, dat je altijd zin moet hebben en gedreven moet zijn. We weten dat het moeilijk gaat worden, maar we gaan ons uiterste best doen om daar met een resultaat en een goed gevoel weg te rijden. Want dit zijn denk ik wel de affiches waar je als profvoetballer ook voor leeft natuurlijk. Zeker, vast ja. Zeker. Daarvoor ben je voetbal geworden, hè. Een volle arena. Tegen een Europese topploeg. Dus heel veel zin in. Denk ik. Heel team strandt ook uit op training deze week, dus we hebben er zin in. Waar liggen volgens jou de kansen om een resultaat te halen uit de arena? Ik denk dat Go Ahead Eagles dat laatst bewezen heeft dat het gewoon kan. En ik denk als we als groep compact staan en de ruimte zo klein mogelijk houden en proberen op onze counter te prikken, dan kunnen we daar misschien resultaat aan. Maar we weten ook dat we het gewoon allemaal samen moeten doen. Dat is het bijzonderste, dat we niet allemaal eilandjes worden, maar één geheel. En dat is het voornaamste. En zeker uit bij Ajax, omdat het daar lastig wordt. Dus dat is onze doelstelling voor de komende zondag. Oké, want je zag natuurlijk ook inderdaad, je had Go Ahead Eagles al even aan als voorbeeld. Zij hielden het erg compact. Dat is denk ik ook de manier hoe jullie de wedstrijd aan gaan vliegen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik denk dat je dat moet doen. Ruimtes klein houden tegen Ajax, want anders dan wordt het heel moeilijk. En dat doet Eagles goed. Maar ik denk ook dat Ajax daardoor extra gedreven aan de dag gaat komen. Omdat ze net tegen Eagles verloren zijn. Maar we gaan ons uiterste best doen, zoals ik al eerder zei. De laatste twee wedstrijden van ons vielen er nog laat doelpunten tegen. Hoe ga je daar nou als groep mee om? Doet dat nog iets extra's? Of? Nee, ja, dat is iets waar we geanalyseerd hebben. Dat is nooit handig, zeg maar. We moeten gewoon analyseren en dat hebben we gedaan. En proberen te vermijden voor de volgende keer en voor de volgende wedstrijd. Maar het is gewoon 90 plus 5 minuten scherp zijn en attent zijn. En dan proberen te vermijden dat we dan nog zo laat een goal tegenkrijgen. Want het zijn wel dure puntjes, denk ik. Als je NEC en dit wegrekent, zijn gewoon 4 punten extra. Het is zonde, maar zulke dingen moeten eruit. Maar het hoort ook wel bij voetbal. Ja, kan je dat dan ook schalen dat er twee keer achter elkaar gebeurt? Nee. Toch een beetje onder de noemen van pech, zeg maar dan? Of? Ja, het is niet iets dat blijft voorkomen. Hè. Het is nu twee keer achter elkaar gebeurd, maar dat moet er nu gewoon ook uitgaan. En daar is er ook helemaal klaar mee. Maar het gaat niet zoiets zijn dat elke week gaat gebeuren. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ja. Nou, even op een positieve noot. Voor het eerst zijn onze oud-supporters ook weer welkom bij een wedstrijd. We kennen jou toch wel als iemand die ook voor het publiek speelt en vaak die wisselwerking zoekt met het publiek. Hoe belangrijk is voor jullie als club dat de supporters nou gewoon weer terug zijn in de stadions? Het belangrijkste, denk ik. Je bent voetballer geworden om te genieten van een vol stadion, van sfeer, van gewoon de atmosfeer die er hangt voor een wedstrijd. Er is niks zo fijn als een vol stadion en wat sfeer en muziek. Voor een voetballer is dat het mooiste wat er is. Ik kan je wel vertellen, dat is echt een kippenvel moment. Ik ben heel blij dat ze terug zijn. Geloof me, hopelijk kunnen we rekenen op veel steun daar. Kijk naar uit. Kan je dat gevoel als voetballer ook omschrijven? Waar ligt dat aan dat je dan toch net een paar stappen extra kan zetten? Ja, die laatste minuten, zeg maar, dat je naar voren gestuurd wordt. En dat helpt je altijd wel. Bij zo'n spreken als je hier 1-0 achter staat of zo. Ik zeg maar iets, om die laatste minuut toch nog wat extra, of 1-1. Dat je die laatste minuut toch wat extra geeft met de sfeer van het publiek erbij. Dat is fijn, hè. Als je een leeg stadion is, moet je het helemaal uit jezelf halen, wat normaal wel moet. Maar met supporters en met sfeer erbij is het toch altijd wat extra. Dat zijn die procentjes extra waar je nog kan uithalen. Dat is alleen maar een goed gevoel met een vol stadion. Dankjewel en succes en veel plezier zondag. Dankjewel. Boys, let's go.